Ja, vandaag is Hans 60 jaar geworden. Zijn machine is helemaal versierd. Gaat het weekend weg met zijn familie. Gaan ze naar een huisje op de Veluwe, toch? Ja. Hij is al helemaal in zijn burger outfit, je ziet het. Is even nog naar de kapper geweest, want hij moet picobello eruit zien als hij het park benadert. Dus dat is toch leuk, hè? Zijn collega waar hij het nooit van verwacht had, die heeft de hele machine versierd. Kijk, we hebben... We hebben appeltaart. Heel klein, man. Ja. Ik zie wel dikke reetvormen. Ja, zaterdagochtend, de laatste dag van de week. Kijk, Hals is die bak aan het organiseren, dan komen de nummertjes bij elkaar. Kijk, en kijkt u van wat waar allemaal moet staan. Kijk, heel van. Hij overlegt het. Hals, keurig georganiseerd, jongen. Zal er trots op je zijn. Misschien mag je nog wel wat langer blijven. Hans is nu bezig aan het uiten. Ja, ik ben net te laat, Hans, denk ik, voor de uitsortering. Toch? Hans, hallo. Nou, kijk. We hebben gevraagd aan Bernhard of we wat spulletjes konden krijgen voor de kast. Voor de machine schoon te maken. Nou, hij kwam het meteen brengen. Super service. Bij deze namens de machines 30, 31, 32, 33 en 34. Vriendelijk dank, hoor Bernhard. Vriendelijk dank. Nou, je ziet het koord. Het is dikker geworden. Die is machine 34. Dus je kan rustig slapen, koord. Wordt allemaal geregeld hier al. En hij heeft wel de muziek aan, zoals je ziet. Koor, Hans, kloppen ze allemaal? Klopt het allemaal, de containers in de plaatsing? Ja, wij wel, maar bij jou en jou ook niet. Dat klopt geen reden van. Bij mij klopt het allemaal, maar bij jou en je kop echt niet. Ik vind het mooi zoals je dat organiseert. Kan je misschien even teruglopen? Dan... Kijk, dat is mijn collega die verschuilt zich voor de camera. Ja! Zijn het ogenblik is hij hier aan. Kijk, Hans die regelt hier de karren. Zie je? Ik heb hier een heel overzicht van de karren, dat verrijdt hij dan. Zie dit? Kijk. Klopt het allemaal, Hans? Jij bent de tweede die eruit gaat. Kijk eens het. En dan zie je. Ja. Kijk. Ja. Droppelt eventjes. Jan, even terug voor het shot.
pittig dag hier vandaag. Op het ogenblik is er een grote storing aan de hand. We zien een 29. Kijk, de techneut hangt al over het. Bekijkt even de situatie. Wat er eigenlijk aan de hand is. Ralf die heeft hem ingeseind. Alle situaties worden bekeken. Wat er eventueel aan storingen kan zijn. Kijk, dit zijn de containers zoals ze horen te staan voor de trolleys. Maar dan kom ik deze kant al loop ik op. En dan zie ik hier ook een container van de heer Dekker. Maar die gaat weer eigenwijs. Die zet hem weer andersom. Denk ik bij mijn eigen. Waarom moet dat nou? Maar hij is altijd was af, hè. Dus. Kijk, daar hebben we. Frans die komt eventjes spulletjes brengen. Ondertussen zit hij. Waar is je maaltijd? Ja, ik zag het. Frans. Dat vind ik mooie beelden. Eten en. Peet die is een beetje de heftruc aan het ontdekken. Hij weet nog niet zo goed hoe het werkt, dus. Geen bewijsmateriaal. We moeten wel aan de kant, want dan gaat zo direct rijden. Altijd met een vork naar beneden, Peet. Als je de heftruc diploma hebt, dan ga je met een vork, ja, keurig, en dan ga je rijden. Kijk ook achter je, ja, rustig rijden. Altijd eigenlijk beter vooruit rijden, Peet. Wat? Ja, Peet die twijfelt nog, wat zal ik doen? Nou, Koort, je ziet het. Het is allemaal leeg. De dienst wordt al niet meer ingevuld. Hans is ook nog niet terug. Kijk, daar heb je Hans. En die gaat bij iedereen proberen een wit voetje te halen door een traxatie. En hij gooit koekjes, zie je? Zo probeert hij zieltjes te winnen. Voor het. Dan moeten zijn beitels waarschijnlijk weer geslepen worden. En zo probeert die Dekker ook. Met snoepjes te paaien voor. En ik krijg dan een taaitje van 20 jaar terug. Die mag ik dan houden. Echt niet druk hoor. Echt niet. Kijk, Hans die heeft een nieuwe constructie. Dat is een nieuwe stofzuigerslang aan de. Aan de stofzuiger. Zo maakt hij onder. Want hij is beroerd om te bukken. Hij heeft genoeg gebukt in zijn leven, zegt hij. Nee, ik ben bang voor jou. Ik ben bang voor mij. Achterin. Nou, en dan krijgen we dat weer. En dan kijkt de baas die zit er toe te kijken. Die denkt van wat gebeurt hier allemaal. Nou, we gaan nou wel helemaal los. De kerst is begonnen. Nou, dit is een partijtje wat ik mag doen. Hans die gaat op een bak staan. Het is toch ongelooflijk wat hier gebeurt. Hallo. Koort! Nou, we hebben een machinestoring bij de buren. Kijk eens. Alle mensen die zijn druk bezig om zich te organiseren. Oh, kijk. Kijk, Hans is
Die is nou weer met iemand anders vriend aan het maken. Hij voelt zich in het nauw gedreven. Hij denkt, nou ga ik maar ergens af. Nou, Koort, je ziet het. Het is allemaal leeg. De dienst wordt al niet meer ingevuld. Hansie is ook nog niet terug.